Voor laatst was ik eigenlijk in Ankara, maar nu zijn we in Gaziantep en zijn nu in het museum, de Panora, 25 december. Museum was het dus. En dit gaat meer gewoon eigenlijk over de geschiedenis van Turkije. En we lopen nu eigenlijk gewoon een beetje rond. We kijken en nu zullen we het ook zien. Chirurg worden en die zien allemaal dingen die ze gebruikten vroeger om gewonde mensen echt te helpen. En hier maakten ze eigenlijk brillen van. Dat ziet er heel interessant uit. Ga ik dit later ook doen? Oh my god, zo leuk. Je moet wel echt hierheen komen, het is echt interessant. Het ziet er zo eerst. Er zijn heel veel teksten, dat wel. Niet dat ik ze allemaal lees of zo. Maar de meeste lees ik wel. En het is gewoon echt heel interessant. Dus als jullie ook willen komen, zeker komen. Het is echt aanraden. Waren we daarnet naar een mall gegaan, zeg maar naar een winkelcentrum. En nu gaan we van Gaziantep gaan we nu lopen. We gaan dus nu lopen naar de Gaziantep kasteel ofzo. Dus dat wordt nog wel lopen. Maar ja, we gaan nu lopen. En het heeft echt een mooi uitzicht, maar het is echt bloedheet. Het is niet vochtig, maar het is warm en droog. Echt heel warm.
foto's gemaakt en dan gaan we eigenlijk lopen. En serieus, ik weet niet hoe ik in deze vorm te ga lopen, want ik heb nu al bloedheet. Ik weet niet, en ik heb nog een heel klein beetje water en daarmee moet ik het gaan doen. Echt. Dat we hier in Gaza zijn en daarna hebben we weer een 10 uur lange reis terug naar Ankara. En we zijn nu gewoon echt een beetje aan het lopen in de bazaars. Ja, de bazaars. En ja, ik heb wel dingen gehaald. Dat zie je eigenlijk nu op me. Ik heb deze ketting gehaald, deze parelketting. En deze parelclipje, ik vond het heel cute. Moest ik gewoon bij kopen. De laatste 5,5 uurtjes gaan we eten. Zoals jullie hebben gezien, hebben we voor ochtend eten hebben we katmer gegeten. Je hebt een normale katmer en je hebt een chocolade katmer. En ik vond de chocolade katmer eigenlijk veel lekkerder dan de normale katmer. Want ik ben niet zo'n persoon met... Ja, er zit volgens mij mascarpone of zo in. En ik ben er niet echt zo fan van als ik zeg maar dat proef. Maar de chocolade was wel lekker. En ja, die heb ik echt wel genoten. Oké, het is 9:45 en wij gaan naar de busplek.
Want ons bus vertrekt om 10:30. En het is nu dus 9:15 en we gaan nu eigenlijk om. Ja, we gaan nu weg. We gaan weg van elkaar zetten. Echt stom. Maar het was wel echt een leuke ervaring voor 2 dagen. Dus ik laat je nog aan. Maar dan wel.